zijn wij dat wel kan opgeteld ook niet allemaal. Maar toch op een gegeven moment vonden wij het fijn dat we met jullie deze Willy Brothersdag mogen gaan vieren. Zondag doen we het met de grote mensen nog een keer over in de kerk. Dus alles wat erachter staat, op een gegeven moment hartstikke welkom. Op zondagmorgen in de mis van 10 uur, dus even niet trimmen. Eruit. We gaan met jullie vandaag alle dingen doen die erg belangrijk zijn bij het gild. Wij zien er allemaal netjes uit. En het is de bedoeling dat velen van jullie er vanmiddag ook netjes gaan uitzien. We hebben trommen bij. En het is de bedoeling dat je op het eind van de middag, als we met z'n allen klaar zijn met deze Willy-Brothersdag, dat we dan ook allemaal voldoende trommen in huis hebben. We hebben mooie vendels in huis. Dat zijn op een gegeven moment hele belangrijke mensen in een gilde, want die zwaaien tegen het gevecht van de draak Sint Joris. En een aantal van jullie moeten ook zulke vendels gaan maken. Dat is ook erg belangrijk. Dan hebben we nog een hele belangrijke meneer in het midden. En we zijn er trots op dat hij vandaag op een gegeven moment voor jullie een schipperdag heeft kunnen nemen. Want dat is een hele drukke meneer in zijn vrije tijd. Maar als hij op een gegeven moment echt aan het werk is, dan is hij de koning van het gilde Sint Willebrands. Eén keer in de 4 jaar doen we dat. En dan moeten we gaan schieten. En dan ben je de hoogste in het gilde en dan blijf je 4 jaar lang. En let op, met groep 7 en 8 vanmiddag gaan we kijken op een gegeven moment binnen jullie school wie vandaag de koning van de Willy Brothers school wordt. En dan gaan we echt achter op het plein koning schieten zoals het gilde dat gewend is. Dan hebben we alle attributen gedaan en op het eind dan gaan we alles in een rijtje zetten. Dan komen we de belangrijkste eerst. Vaandeldragers en dan het zilver en dan afgeeft alle tomboes die zitten daar op een gegeven moment voor. En dan gaan we met z'n allen een heuse optocht maken rond de Willy Brothersdom. Dat doen we zo tegen 1:15. Intussen tijd hebben we nog wel even een kleine pauze. De andere mensen komen er dan allemaal bij. Alle kinderen zijn nu bezig met een sponsortocht, schaatsen voor water. Dus ik hoop dat er niemand door het ijs zakt, want dan kunnen ze dan ook weer mee. Nee? Oké, okay. De juffrouw's zijn op een gegeven moment allemaal een beetje geïnstrueerd, denk ik. En de meester ook, Barbe. Een beetje. We laten komen. Onze mensen helpen jullie mee. Let wel, je moet het wel allemaal zelf doen. Dus wij gaan niet voor jullie kleren maken, zilver maken of trommel maken. Jullie zijn de bouwers van alles wat je nodig hebt vanmiddag in de ochtend. Afgesproken? Ja! Maken we er een mooie dag van vandaag? Ja! Oké, okay. Succes! Yeah.
Is mooi. Welke kleur wil je? Zal ik even de kleur kwijt? Ja, de schild is hier klaar. Die is mooi. Ja, ik ben toch gaaf.
Maak je ook nog kleren. En daarvoor krijg je een plastic zak. En die plastic zak, die steek, die maak je straks. Kan ik hier ook al in? Nee, er zit een manier, want voor elk kind is het een beetje anders. Ik zal het vast een beetje laten zien hoe dat gaat. Kijk, de plastic zak, die doe je dadelijk zo aan. Hallo, zijn jullie er nog? Ja. En dan gaat dit over je schouders, maar er komen ook nog gaten in waar je armen door kunnen, want anders dan loopt het wel een beetje rood. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ja. Bij deze mooie jas van het Gilde gaat strakjes dit schietje met een nietje of met een speldje erbovenop. Dan heb je een mooie trommel die je gemaakt hebt. Dan zijn jullie allemaal zo verkleed als mensen van het Gilde. Daar hebben jullie er zin in? Ja! Er lopen heel veel moeders en juffrouws rond. Wij gaan jullie allemaal helpen. Heel veel plezier en heel goed je best. Mag je beginnen? Zo. Kijk,
kan wij busjes zien. En degene die de laatste bus op taak afziet, die zit al in de fiat. Dat doen we met 6 busjes en dan krijgen we 6 finalisten. En op dat geval, degene die de laatste de tikken van afziet, dan wordt de koning van de en we moeten niet weten wat je dan overkomt. Maar dat doen we niet. Ja, Thank you.